Dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag denk ik we doen een Q&A. Ik heb ook slecht nieuws voor jullie. Dit is de update van de dag. Ik ben uit mijn huis gezet. Mijn huis is daar. Ja. Ik ben uit mijn huis gezet omdat ik de huur niet meer kan betalen. Spijtige zaak. En ja. Weet je wat ik zag tegen de mensen die mij uit mijn huis hebben gezet? Zit hier een slak. Yo bro, are you chilling? Yeah, nice. Ik sta hier en ik zie dat de deur dicht is van mijn huis. Dat mijn katten niet binnen kunnen, maar snap je, het is niet meer mijn huis, man. What the fuck? What the fuck? Mijn kat probeert de deur open te doen. Ik woon hier niet. Yo, ik kom eraan. Ik kom eraan. What the fuck? Ja, what the fuck? Ja, what the fuck? De deur is hier. De deur. De deur is hier. What the fuck? What the fuck ben jij aan het doen? What the fuck? Nee, dat is niet de deur. Nee, dat is een raam. Je kan niet via het raam naar binnen. De deur is daar. Nee. Ja, maak niet zo'n rare geluiden. Nee. Ga door. What the fuck? Ik heb er absoluut geen idee van hoe dat was. Maar, ja. Ja. Dat was helemaal niet de bedoeling om dit in deze video te steken. Mijn kat is bijna dood, snap je? Dus nu gaan we beginnen naar deze Q&A. Ik ben Acid. Ik zou zeggen, shut the fuck. Eerste vraag van de Q&A. Is... Oh, even af, nee. Dit is de Q&A zak. Oeh, spannend. Wat vind je van melk? Woehoe. Melk is nice. Je kan nooit genoeg melk hebben in je huis. Dus we nemen altijd alles mee. Want, snap je, het is melk. Je kan nooit genoeg melk hebben. En het is goed voor je botten en shit. Dus we kopen alle melk. Dus moeten we het opnieuw doen. Ja, dit is een campagne. Sorry, dit is de eerste keer dat ik een campagne maak. Melk van de lijzen. Is, ja. Hoe maak je een campagne? Mag ik misschien ook even naar Gio bellen? Yo Gio, yo. Ik ben een campagne aan het opnemen voor melk. Hoe doe je die shit? Oké, dit is fake. Vandaag. Ah. Alle melk die je koopt, kan je gewoon meenemen naar je huis. Volgende vraag, oké. Grappelen! Do you eat ass? Kijk, het is tijd om jullie iets uit te leggen. Dit was zo'n meme. Heel veel mensen weten niet wat het betekent. Kijk, het is een simpele vraag, simpel te beantwoorden. Ik eet geen fucking ass. Is dat school? Kan ik me daar nog S schrijven? Is er dan een optie voor? Nee? Ik heb kaas gekocht. Jongen, gewoon dat kaas. Tja, ja. Bro, de kaas is niet voor jou. Dit is slecht voor je piemel. Oké, volgende vraag. Heb je spijt dat je gestopt bent met school? Ik heb geen mening over het uitspreken. Ik heb al kaas. Een boterham. Jij krijgt geen kaas. Boterham met kaas. Ja. Ah. Boterham met kaas. Ik ga even serieus antwoorden op deze vraag. Nee, eigenlijk echt niet, want ik heb de beste momenten van heel mijn leven meegemaakt in de periode van bijna een jaar geleden, by the way. Ik heb de beste dingen meegemaakt van heel mijn leven sinds ik gestopt ben met school. Dus heb ik spijt? Nee. Ga ik zwerver worden later? Waarschijnlijk wel. Maar dan ga ik wel uit België, snap je? Dan ga ik in Duitsland gewoon. Ik hoor, ik lig zo in de stegia en mensen zeggen, hey, je bent Acid en ik lig daar. Nee, dat willen we niet meemaken, oké. Dat zijn we, volgende vraag. Spannend. Vinden jullie het ook spannend? Ik vind het geweldig spannend. Spannend! Woe! Shut the fuck up. Ik kan eigenlijk nergens gestoken gaan worden. Er zijn hier allemaal mensen aan het kijken naar mij. Wil jij de iPhone X of 1000 liter Cara pils? Ik zou 1000 liter Cara nemen. Ik denk dat je nog meer Cara kan kopen. Eigenlijk, er is daar een nachtwinkel. Daar zo. Op het einde van dit steeg is er nachtwinkel. Zou ik geld kunnen lenen voor de Cara? Alsjeblieft. Ja, wacht, oké. Dank wel, ik ga de camera al vasthouden. Ja, wacht, okay. Het is 50 cent, gewoon. Mag ik even 50 cent? Ik kan alleen maar 5 euro bij. Dank wel, oké. Ik ga voor Cara. Dan nog. Ga het wisselgeld wel houden. Ja, ah ja. Er is nog veel geld over. Had dat zomaar. Ik ga het wisselgeld wel. Ah ja, ja, ja. Zo, kijk, ah, je moet plassen. You have to take a piss. Yes, you're gonna take a big piss. Woo! He's gonna take a piss. Oh, you just turned it there. Fuck, what the fuck? Yeah! Take a good piss, man! Woo! What the fuck? What the fuck?
Vive le Wallon! Heeft waarschijnlijk een goed plaatje gedaan, denk ik. What the fuck? Wat gebeurt hier allemaal in Blankenbergen? Net heeft hij net even rustig een plasje gedaan. Zie zijn plas liggen op de grond. What the fuck? Wat is de kans op 10 dat je erop lekt? Spannend! Oeh! Wat wordt je toekomst? Ik sta in een steegje waar daar net iemand heeft geplast. Ik denk dat mijn toekomst karapils en steegjes is. Kom, we gaan terug naar de plas. Kijk, deze vraag doet pijn aan mijn hart, snap je? Er ligt hier dus oude mannenpis. Nu ligt er oude kara en pis. Fuck hoes, bitches. Tijd voor de volgende vraag. En daarvoor gaan we naar een andere locatie. Die kara hit mij wel, ik ga niet liggen. Tijd voor de volgende vraag. De volgende vraag is... Do you smoke big ol' doinks? Out here in Amish, smoking big doinks in Amish. Yeah, out here in Blankenbergen, smoking big ol' doinks. Big ol' doinks. Camera uit, ik. Zet de camera uit, ik. Ik denk dat ik ga kotsen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oké, dames en heren. Tijd voor de volgende vraag. Want daar camera is shit. What the fuck? De volgende vraag is... Doe een camflip. Kijk jullie Jake Paul? Dit is een camflip. Camflip. Yo guys. Kijk, mijn camera gaat waarschijnlijk kapot gaan, maar... Yo guys, my name is Jake Paul. Welcome to your new video. Today, camflip. What the fuck? Yo guys, welcome to a new vlog. Today, camflip. Camflip! Oké, genoeg camflip. Maar ik weet nog altijd niet waar de fuck dat ik ben. Holy shit. Yo, ik denk dat we hier weg moeten. Yo, dit huis fokken met mijn bro. What the fuck? Laat alles hier leggen, laat gewoon alle spullen hier, laat de camera hier ook. What the fuck? Tussentijdse break in de Q&A. Er is op een andere dag gefilmd. Dus we gaan proberen die grote minion te pakken. De cameraman gaat ervoor. Hij gaat voor de grote minion. Yo, deze shit is scam en oplegterij. Stel je voor, dude. First try. Oeh. Ik zeg je, die shit is scam, dude. Ik denk dat ik deze game gewoon beat. Snap je? Ik denk dat ik hem gewoon first try neem. Ik heb al geen geld. Dus thanks, bro. Deze shit is scam, vertrouw deze dingen niet, kom hier nooit. Veel te ver, man. Veel te ver. Bro. Ik zag het je. Die shit is scam. Boys. Deze shit is enge scam. Enge scam. Scam. Fuck deze scam. What the fuck, ik ben gewoon in een ander huis. Snap je? In Blankenbergen is er zoiets. Alle huizen in Blankenbergen staan open. Dus ik kan altijd binnengaan en gelijk welk huis. Ik ben nu in het huis van iemand die blijkbaar veel drinkt. What the fuck. Hoeveel moet ik jou betalen om mijn leerkracht wiskunde in elkaar te slaan? Dat is een speciaal assortiment. Ik kan jouw leerkracht wiskunde helemaal de k*** inslaan. Dat is een standaard tarief van 50 euro. Ik kan jouw leerkracht wiskunde ook volledig vermengen. Haar van de trap doe haar schedel kapot slaan tegen de muur en zo. Standaard tarief van 100 euro. Je kan natuurlijk zelf ook iets zeggen. Sla alsjeblieft het hoofd van mijn leerkracht wiskunde in de spiegel. Sla ik haar één keer fucking hard op haar gezicht. Dan neem ik haar bij haar haar. En dan sla ik haar hoofd kapot in de fucking spiegel. Ja, dat is een standaard tarief van 150 euro. Denk jij nu dat ik pussy ben dat ik die shit niet kan? Kijk, ik doe elke dag fucking veel shit met deze dumbbells. Zat er dan in mijn kamer gewoon. Oh. Dan kan je leerkracht ook helemaal de k*** slaan met deze dumbbells. Dan loop je naar haar en dan doe ik zo. En dan is ze ook wel dood. Maar ik weet niet of je wil dat ik je leerkracht... What the fuck? Help. Ja, help. Help. Dank u. Wil jij nu dat jouw leerkracht in elkaar geslaan wordt? Bel mij op een mobiele nummer. 0444444444 sla jouw leerkracht voor jou wel. Volgende vraag! Het is alweer tijd voor de volgende vraag. We zijn op een donkere spot in Blankenberg. Dus de laatste vraag.
geschreven door iemand. Ik weet zijn naam niet meer, maar dit is de laatste vraag. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? Deze video kon niet mogelijk gemaakt worden door mijn geweldige cameraman. Ik shout out to heel even. Thanks. Het is niet makkelijk om een hele dag met mij te filmen. We zijn al fucking lang bezig met deze video. Er zijn fucking veel dingen mislukt. Dan gaan we dus een Q&A doen. Maar ik heb geen plaats om video op te nemen, want shit the fuck up, man. Kleine dingen als ik in de winkel rondloop en ik zie mensen die ik ken en ik sta daar met fucking veel melk in mijn kar en dan kijken ze zo gewoon naar mij zo. En dan zien ze die camera en dan kijken ze zo. Hey, bent die jongen die gestopt is, man. Ik kan deze video niet gemonetized, het is ook wel groot. Ik bedoel, er was ineens een man aan het pissen, what the fuck? Dat was niet de bedoeling van deze video. Er is een man die daar komt zeiken en die zegt van. Dit is enige. Dit is broek al van dan. Ik hoorde die straal, snap je? Wij stonden daar en ik hoorde. En ik stond daar zo, what the fuck moet ik nu doen? What the fuck moet ik als een lul komen? Wil ik dat ik iets doe? Ik kan het kijken. Tot de volgende video. Elke dag uploads op mijn channel. Vergeet niet te subscriben. Stuur deze video naar al je vrienden voor. Ik wil. Yo. Some of you might be. Yo.